welkom bij Six O's. Vanavond zijn we in Uur Amersfoort. Ik organiseer mijn eigen birthday bus en we zijn lekker aan het opbouwen. Yo, welkom bij mijn Q&A. Thanks voor alle vragen. En laten we beginnen. Ik denk creatief, ondernemend en behulpzaam. Dat zijn de drie wel, denk ik. Toen was ik al aan het draaien en toen ben ik begonnen met Ableton. Dat is ook een productieprogramma om mee te beginnen. Daar heb ik toen les in gehad. En toen daarna ben ik gestopt met de les en ben ik zelf begonnen met een beetje kloten in FL Studio. En toen ging ik steeds meer YouTube-video's kijken over hoe FL Studio zeg maar werkte. En toen werd ik er steeds beter in. En toen heb ik mijn eerste trackje daarin gemaakt. En toen ging ik samenwerken met mensen en toen leerde ik steeds meer dingen van FL Studio en hoe je zeg maar echt een plaat maakt en kreeg ik steeds meer geluiden en meer plugins om de dingen te maken. Dat klinkt natuurlijk heel vaag voor alle mensen die geen muziek maken. Voor alle DJ's en producers die kijken, die snappen dat allemaal wel. Martin Garrix vind ik wel echt een goed voorbeeld. Mike Williams is wel echt een ook echt een goed voorbeeld die dan nu voor het eerst op Ultra heeft gestaan. Ik vind popartiesten zoals Muramasa en Madison, Post Malone, dat soort gasten vind ik wel vet. Daar haal ik ook al veel energie en inspiratie uit om dat soort dingen qua muziek, hoe ze in elkaar zitten, zelf ook te verwerken in mijn eigen muziek. Ja, gasten zoals Martin Garrix, grote popsterren. En misschien nu bijvoorbeeld een keer met Mesto of met ja, DJ Snake, dat soort gasten. Vooral singer-songwriters zoals Ed Sheeran of zo, dat zijn echt wel dromen om te behalen, zeg maar. Ik heb even gekeken op mijn Spotify-lijstje. En ja, het is de middel van de set. Die vind ik echt lekker en die luister ik ook heel veel de laatste tijd. Mijn volgende plaat, dat is een goede vraag. Ja, daar ben ik nu heel druk mee bezig. En ja, dat kan ik nog niet helemaal zeggen wanneer dat zeg maar wordt. Maar het wordt waarschijnlijk een samenwerking met iemand en een bekende zangeres. En er komt ook binnenkort een remix aan. Dus dat, voor de rest kan ik er niet zoveel over zeggen. Yo, vanavond gaan we naar Purmerend P3 voor Stichting Make-A-Wish. Een heel leuk feestje met onder andere Bollebof, Sylvanio en Dasha Rutsch. Ik draai van 1:15 tot 3:30. En ja, we gaan er een lekker feestje van maken. Dat is denk ik de Lichtfabriek in Haarlem bij Fris. Het was toen helemaal uitverkocht en toen moest ik voor Leeuw Kleine draaien. En het was heel vet, want de hele show en crowd was een beetje hype natuurlijk. Omdat Leeuw Kleine kwam en toen was hij echt helemaal booming. En toen ja, ging de tent echt helemaal los en ook echt gewoon de muziek die ik zelf heel vet vind. En daar gingen ze helemaal in mee. En voor de rest denk ik beeld en geluid een keer. Dat was een schoolfeest, een heel groot schoolfeest. En toen hadden ze daar in Hilversum een heel groot podium gebouwd in het museum van beeld en geluid. En ja, dat ging ook heel erg vet en hard los op ook mijn eigen muziek bijvoorbeeld. Nou, nu ben ik dat nog niet echt van plan. Want ja, ik wil eerst gewoon veel singles en remixes nog uitbrengen. Alleen misschien over een paar jaar. Dat is wel een van de dingen die ik wel heel graag wil doen. Is een album releasen met mijn eigen muziek. Alleen, ik denk als je een album wil releasen moet je daar echt wel wat bekender voor zijn dan een paar duizend volgers hebben. Dan moet je wel echt veel following hebben. Om dat ook echt een beetje succesvol te kunnen laten worden. Anders heeft het niet zo heel veel zin. Misschien een EP wel dit jaar misschien of zo. Want ik heb best wel heel veel muziek. En om dat allemaal te verdelen over verschillende maanden is ook een beetje zoiets. Dus misschien dat ik dat wel gebeurt nog. Maar in ieder geval geen album. Nou, mijn lievelingskleur, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar ik vind donkerblauw vind ik wel mooi. Voor de rest, ja, ik vind wit en zwart mooie kleuren. Ja, dat zijn zoveel plekken waar ik nog wil draaien. Ik wil eigenlijk over heel de wereld nog draaien. Ik denk dat ik mij over 5 jaar als, hoop ik, bekende DJ en producer zie. Die al een paar festivals in het buitenland heeft gedaan. Veel clubs heeft gedraaid in het buitenland. In Nederland goed bekend is en heel veel muziek heeft uitgebracht. En ik denk dan ook wel een album bijvoorbeeld. En een EP en veel singles en remixes. Ik denk dat ik over 5 jaar ook wel mijn eigen label heb als alles goed gaat. Ik denk grote samenwerkingen. Misschien wel nummer 1 hit of zo. Denk ik. Dat hoop ik. Over 5 jaar. 5 jaar, dat is nog heel lang. Yo, we gaan nu naar speakers in Amstelveen. En dan weer door naar Hilversum. Thank God's Friday. Let's go.